daar zijn we, Stefan. De spiegel 2.0 en een achteruitkijkspiegel is pas een achteruitkijkspiegel als wij erin zijn geweest. Precies. Toch? Het is wel bijna 4 jaar geleden dat ik het gedaan heb, dus ja. Je moet me een beetje helpen. Ik ook. Als er helemaal niks is, zeg het maar gewoon hieronder, want we moeten er even in komen. Maar sommige dingen komen vanzelf. Dat verleer je nooit. Wel een heel ander type auto dan in de eerste 2 afleveringen. Ja, ja, ik dacht, doe het dus bescheiden, want de eerste aflevering Spiegel Nieuwe Stijl was in een 7-serie. De tweede aflevering was in een S-klasse. En ik wil niet het idee wekken dat wij allemaal verwende knaapjes zijn. Dus hebben wij een hele bescheiden Fiat Panda gekozen. Een van de goedkoopste auto's op de markt. En hartstikke leuke auto. Het kan voor heel weinig geld ook heel leuk zijn. Het is ook de week geweest van het CO2-crisis. De stikstofcrisis hebben we in 1 keer. Dus bescheidenheid bovenaan. En, ja, maar wel een Panda die een beetje een kruising lijkt tussen een A-segmentetje en een Trekker, vind ik. Ja, ik dacht echt dat het een 4-wheel drive was. Ik was bijna het strand opgereden met deze auto. Maar dat heb ik gelukkig niet gedaan. Want Mitchell heeft uitgezocht dat dit een 4-wheel aangedreven auto is. Dus Panda Cross met 4-wheel aandrijving. Ziet er wel heel stoer uit. Staat hoog op de poten. Ja, maar sleepogen aan de voorkant. Dus dan weet je eigenlijk al een beetje. Reken er maar op dat je er misschien uitgetrokken moet worden. Maar dat maakt niet uit. Het ziet er chic uit. Het ziet er leuk uit. Het ziet er hip uit. En het is relatief goedkoop. Dus een leuke auto. De Panda Cross dus. Ja, ik vind hem er leuk uitzien. Absoluut. Nou ja, een leuke week ook afgelopen week natuurlijk. Hè. Daar moeten we even op terugblikken. Ik zei het al. Er gebeurde veel in Den Haag. Ja, het Malieveld natuurlijk. Allemaal trekkers op het Malieveld. Er gebeurde heel veel op de weg, de langste spits ooit. Ja, ja, het was Werelddierendag. 4 oktober vrijdag was dat. Vond ik ook een gedenkwaardige dag. Zeker in de week dat Marianne Thieme afstand neemt. Ja, ik denk dat deze spiegel compleet zou zijn als Marianne Thieme hier op de achterbank had gezeten. Ja, een Panda, in de week van Dierendag. Maar goed, we hadden het dus over Den Haag, dinsdag, veel files. Stikstof dus. Ja, stikstof. Nou, ik denk dat deze Panda Cross had heel goed op het Malieveld tussen gepast met zijn looks. Ja. Maar ik snap dat de boeren heel boos zijn, maar ik vond op een gegeven moment zag ik dan s'avonds reden ze weer naar huis. En dan zag ik ze op de A12 tussen Woerden en Utrecht 4 breed naast elkaar rijden. Dan denk ik, ja oké, nu weet ik het wel. Ja. Je hebt je statement gemaakt, jullie hebben een succesvol protest gedaan. Een succesvolle dag gehad ook, maar ga dan niet ook nog aan het eind van de dag even automobilistje pesten. Dat vond ik wel een beetje jammer. Nee, ik dacht nog, ik ga die dag de boeren boycotten. Ik koop geen boerenproducten, maar ja, het is alweer een lege winkelmand. Zo is het dan ook alweer natuurlijk. Ja, precies. Hey, en qua autonieuws is het vrij rustig, maar dat komt natuurlijk ook omdat we in een vacuüm zitten tussen de IAA in Frankfurt, die ook al rustiger was dan normaal. Maar we zijn nu aan het toeleveren naar de beurs van Tokio. Ja, leuke beurs altijd weer. Heb jij hem wel eens gedaan? Ja, ik heb hem wel eens gedaan. Dat is alweer 12 jaar geleden. Tijd om weer eens te gaan. Ja, het is tijd om weer eens te gaan. Nou, de Tokyo Motor Show is elke 2 jaar. En je ziet nu al wat nieuws loskomen, zoals bijvoorbeeld Mazda. Die heeft ons al laten rijden met een elektrisch prototype, verpakt in een CX-30, maar in Japan staat de echte elektrische Mazda, de eerste elektrische Mazda. Ja, dat is best opmerkelijk, want Mazda heeft zich altijd verre daarvan gehouden. Ik heb in het verleden wel eens aan de CEO van Mazda gevraagd van, joh, wat doe je geen elektrische? Zei die man dan van, ja, weet je, elke elektrische auto heeft een enorme uitlaatpijp en die staat ergens op een industrieterrein buiten de stad. Dus is iets voor te zeggen. Lokale uitstoot heb je niet en dat vind ik het mooie ervan. Ja. Maar de eerste elektrische Mazda komt er dus aan en dat gaan we in Tokio zien. Ja. En dan is er nog een uitnodiging binnengekomen om iets elektrisch te gaan bekijken. En van een merk waarvan je het misschien al lang had verwacht dat ze het zouden hebben. Heel veel mensen denken het misschien al. En dat is Volvo. Ja, ik ga over 2 weken naar Los Angeles om te kijken naar de, ja, geloof het of niet, naar de goed voor de CO2-uitstoot overigens en de stikstof. Maar ik ga naar Los Angeles om te kijken naar de XC40P, gaat die heten geloof ik. En dat is de volledig elektrische XC40. Is niet toevallig daar, want die oude auto wordt onthuld op de show daar later, dus die auto staat er toch al. En dat is best bijzonder, want Volvo is natuurlijk heel progressief en denkt vooruit. Die had je eerder een elektrische auto. Die had je ook eerder. Heel veel mensen denken ook van, nou, dat is zo'n groen merk, maar ze verkopen eigenlijk ook nog best wel veel diesels. Ja, in de S60 niet meer dan, die is alleen met benzine. Ze hebben natuurlijk wel heel lang al plug-in hybride aandrijflijnen en ze zijn ook echt het gamma aan het elektrificeren, met mild hybrids ook. Maar nu pas een elektrische Volvo, nou ja, die wordt in de LA getoond, nou ja, die zal niet voor. Wanneer in de showroom staan? Nou ja, zomer 2020? Minstens ja, dat is ook wanneer iedereen een beetje loskomt. Hè. Dat gaat sowieso, dat is ook voor de komende zomer natuurlijk het item. Hè. Volkswagen komt met de ID3, de ID4 zit eraan te komen. Peugeot, Opel, het wordt echt een elektrische revolutie denk ik volgend jaar. Je ziet het nu al, hè. Afgelopen maand hebben we net de verkoopcijfers van de week getoond. De Tesla Model 3 is de meest verkochte auto van Nederland afgelopen maand. Bizar, hè? Je ziet ze ook zoveel rijden.
Ja, ik moet wel zeggen, ik vind wel die Model 3 een indrukwekkende auto. Van de zomer hebben we hem weer 2 keer een week op de redactie gehad. De standard range en de long range. En ja, die auto is gewoon wel indrukwekkend. Vooral zijn prestaties. Ja. En ik hoor dan heel veel mensen zeggen, ja, hij is zo lelijk. Ja, zelfs ik ben daar wel aan gewend. Ik vond het eerst ook een beetje een kikkertje. Maar als ik hem zo zie rijden, denk ik, ja. Waarom niet? Ja, en als je mensen hoort die ermee rijden, die zijn echt meestal wel laaiend enthousiast. Hè? Ik hoorde van iemand zeggen, het is een soort Disney World waar je in zit. Allemaal leuke gadgets en speeltjes zitten erin. Ja, alles is wel gecentreerd in 1 scherm. Voor de rest is er niet zoveel aan in het interieur. Maar het maakt gewoon veel los. Dat zag je ook weer vorige week toen we die rijimpressie van die Porsche Taycan hadden. Dan zie je toch wel de Tesla fanboys van, ja, dit het is ook een dure auto en Tesla doet het al jaren. Maar dat Tesla, ja, het hele jaar gaat het er al over. Ja. Dat is ook wel weer leuk. Maar ik wil toch nog even terugkomen op Volvo. Ja. Ze hebben nu eindelijk een elektrische auto, tenminste die krijgen ze volgend jaar, die XC40. En dan komt er ook nog de Polestar. En iedereen denkt misschien dat die elektrisch is, maar dat is ook weer een plug-in hybride. Wel een mooie auto, maar het is geen elektrische auto. Die zou je wel elektrisch verwachten. Ja, ze zijn daar heel voorzichtig mee bij Volvo. En ze zijn ook perfectionisten bij Volvo. Dus het moet helemaal goed zijn en dan pas beginnen ze eraan. Dus... Ja, die eerste plug-ins waren, die hadden nog wel eens wat storing. Die zijn misschien toen te snel op de markt gebracht, die eerste XC90's. Misschien hebben ze dat wel geleerd. Maar goed, iedereen is met elektrisch bezig. En dat zijn prima ontwikkelingen natuurlijk. Ja, natuurlijk, die kant gaan we uit. Ik bedoel, ik herinner me nog goed dat wij de eerste Tesla Roadster op de redactie kregen. En dat ik mijn eerste blokje omging, het stroom van de regen met een elektrische auto. Ik was heel erg sceptisch. Ik dacht echt van, dat doet helemaal niks, jongens. En nou ja, moet je nou eens kijken. Het is de gewoonste zaak van de wereld aan het worden. Elektrisch rijden. En ja, hou ervan of niet. Het is de wereld veranderd en we hebben nu 150 jaar lang verbrandingsmotoren gereden. En ja, ik ben bang dat we straks met z'n allen elektrisch gaan rijden. En dat we over 10, 20 jaar terugkijken en denken we, weet je nog, vroeger met die stinkende benzinemotoren. Ja, de wereld verandert en wij veranderen vrolijk mee. En we hebben tegenwoordig geen grap meer in de spiegel, hè? Vroeger werkte dat aan een eindgrap toe. Ja. Vind je dat jammer? Ja, ik vind het wel jammer, ja. Eigenlijk moet zoiets gewoon spontaan komen natuurlijk, hè? Ja. Wat we nog wel hebben is een vraagrubriek. En als jij in de spiegel zit te kijken en je hebt opeens zoiets van, ja, ik heb een keer een vraag aan de redacteur van de Autoweek. Nou, die kun je dus stellen. En dan zet je op social hashtag achteruitkijkspiegel erbij. En dat hebben we gemerkt. Dus we hebben een vraag binnengekregen afgelopen week. En die was van, even kijken, van Auke Oorbeek en Reinier Keizer. En hun achteruitkijkspiegelvraag is, hou je vast, zit je goed? Jazeker. Ja, dan komt ie. Onze vraag is, valt bijvoorbeeld een M4 onder de 4-serie? Kun je een M4 een BMW 4-serie noemen? Ja. Ja. Goed, heb jij nou ook een vraag voor de volgende achteruitkijkspiegel die weer door anderen wordt gepresenteerd? Bedenk iets goeds en wie weet pakken we jouw vraag eruit en gaan we daar antwoord op geven. Zo is dat.